Goeiedag, tijd voor de volgende vlog van Uniek Sporten. Vandaag is Henry Swinkels, gedeputeerde, aanwezig. Maar heb ik ook sporter Peter bij me. En zometeen ook nog sportmaatje Henk. En die wil ik eigenlijk vragen van wat ze eigenlijk van het sportmaatje vinden. Peter heeft een onderbeenamputatie. En hij heeft een hele geschiedenis aan beperkingen gehad. Maar die heeft nu de kracht weer gevonden om te gaan bewegen. Kijken jullie mee naar het interview. Dag heren. Ik zou ze even voorstellen van links naar rechts. Sportmaatje Henk Wesker. Hallo, goed dat je erbij bent. In het midden staat gedeputeerde Henry Swinkels. En aan de rechterkant staat Peter van Morsel, de sporter. Henry, om bij jou te beginnen. Wat vind je van het project Sportmaatje? Nou, daar ben ik heel erg enthousiast over. Omdat ik denk dat iedereen uiteindelijk iemand anders nodig heeft om aan een sport te beginnen. Of uitgenodigd te worden daar. Net even die drempel over geholpen te worden. En dat geldt natuurlijk eigenlijk voor iedereen. En daarmee misschien wel nog net iets meer voor mensen met een beperking of een handicap. Dus een project om juist die mensen daarbij te helpen. Ja, dat kan ik alleen maar heel erg toejuichen. Peter, waarom... Wat heeft het jou geholpen, dit project? Hoe ben jij daartoe gekomen? Nou, ik heb vooral ervaren het afgelopen jaar dat ik met Henk aan de slag ben gegaan. Henk heeft mij wegwijs gemaakt in de golfsport. Ik geniet daar elke dag van. Elke keer als ik op die golfbaan sta, denk ik van wauw, dit is wel echt wat ik wilde en wat ik nu ook echt kan. Het mooie is dat we nu, vooral onder het mom sportmaatje, ook een stap verder zijn gegaan. Dus ik begeleid op het moment ook iemand die om andere redenen inderdaad het ook moeilijk vindt om zijn weg in de sport te vinden. Dus ik heb eigenlijk de volgende stap gemaakt nadat ik de stap met Henk gemaakt heb. Dus kijk, heel positief. Van sporter naar sportmaatje eigenlijk. Inderdaad, ja. Ja. Inderdaad, ja. Mooi. Je hebt sportmaatje, je hebt Peter begeleid. Hoe kwam jij daartoe? Nou, ik vind het leuk om mensen vooruit te kunnen helpen. En de vraag kwam natuurlijk vanuit... van het Uniek Sport, van we hebben Peter en Peter wil graag een sport gaan doen en in dit geval golf. En ik vind het leuk om te kijken hoe iemand op een aangepaste manier toch naar een goed eindresultaat kan krijgen. Bedankt voor jullie verhaal, heren. Ja, graag gedaan. En misschien zie je maar meteen de oproep aan iedereen die een sporter is en een sportmaatje zoekt. Wend je tot Uniek Sporten en iedereen die graag een sportmaatje is voor iemand, Uniek Sporten zoeken. Het project Sportmaatje is niet alleen belangrijk voor de sporter, maar ook voor het sportmaatje. Het heeft een heel groot sociaal doel en het is gewoon een heel mooi project om hier een deel te nemen. Mocht je ook interesse hebben, ga dan naar www.unieksportenbrabant.nl en misschien tot dan.